Een voorbeeld van een jonge kandidaat is Bas Smeets. Hij is 21 lentes jong. Hij staat nummer 5 bij de partij Zeewolde Liberaal. En dat is weer een afscheiding ooit van de VVD onder leiding van lijsttrekker Kees Steiger. Ja, Kees Steiger. Lang geen 21 meer. Nee. Verslaggever Koen Peters eigenlijk ook niet. Maar Bas Smeets dus wel. Dag Koen. Ja, en ik sta hier met Bas Smeets in het centrum van Zeewolde. En hij staat zelfs op nummer 4 bij Zeewolde Liberaal. Niet 5, plaatsje hoger nog zelfs. En 21 jaar oud dus. Ja, we gaan eens even een wandeling maken hier door het centrum van Zeewolde. En we hebben dus rond dit tijdstip aandacht voor jonge mensen op de lijst. Wat was voor jou nou de reden om te zeggen, ik stel me kandidaat, ik wil de politiek in? Nou, het had een dubbele lading. Ten eerste, mijn vader die zat al in de politiek. Dus ik kreeg veel dingen mee van thuis. En op een gegeven moment had ik zoiets van, dit is leuk. Ik had een aantal jaar al vrijwilligerswerk bij Groene Schuur gedaan. Waardoor je toch veel voor de jongeren doet van Zeewolde, maar dan op een hele lokale manier. En toen had ik zoiets van, oké, ik wil dit meer doen, uitgebreider doen. Dus toen dacht ik, waarom niet de politiek? En is het dan ook zo dat je nu in de politiek op allerlei zaken wil richten die met jongeren te maken hebben? Of eigenlijk veel breder en ook allerlei andere onderwerpen wil behandelen? Nou, ik ben er voornamelijk voor de jongeren. Ik ben zelf natuurlijk ook jong, dus het is ook fijn en makkelijk om te kijken voor de jongeren. Maar ook denkend aan de toekomst van de jongeren. Hè? Hoe kunnen jongeren hier over een aantal jaar nog wel wonen? Of willen ze hier nog wel wonen? Hoe is het als ze 20, 30 jaar verder zijn? Dus ook op die manier kijkend voor de jongeren. En wat moet er hier dan gebeuren? We staan nu in het centrum van Zeewolde. Het is nu rustig, het is overdag. Veel mensen zijn aan het werk. Maar als je het hebt over de jeugd in Zeewolde. Je hoort wel eens van, ja, er is weinig te doen voor de jeugd. Wat zijn concrete punten die je dan wil aanpakken de komende 4 jaar, mocht je in die gemeenteraad komen? Nou, wat sowieso heel belangrijk is het wonen voor jongeren. Het is vrij moeilijk om nu een woning te zoeken in Zeewolde. Er zijn woningen genoeg, maar voor jongeren is het vrij beperkt. En om voor een jongere woning in aanmerking te komen, ja, sta je op een behoorlijk lange wachtrij. Of wachtlijst eigenlijk natuurlijk. Dus dat is heel belangrijk, dat we daar aandacht aan geven. Er moet ook voldoende te doen zijn voor jongeren. Dus zowel op het gebied van sport, maar ook op het gebied van uitgaan. Dus organisaties zoals Groene Schuur moeten blijven. Voor je horeca moet er voldoende mogelijkheid zijn dat ze kunnen blijven bestaan. Maar ook het zwembad bijvoorbeeld. En dat is dan niet voor de jongeren van nu, maar misschien over 5 of 10 jaar als ze kinderen krijgen. Dat ook daar gewoon hun kinderen weer kunnen blijven zwemmen. En dat vind ik heel belangrijk. Is het spannend om de politiek in te gaan? Zeker op deze leeftijd, 21. Ja, je hebt de politiek denk ik wel een beetje gevolgd, maar toch. Nog weinig ervaring. Het is allemaal nieuw. Hoe is dat? Zonder iets te doen kan je ook geen ervaring opdoen. Dus dat sowieso. En ja, natuurlijk is het spannend. Je weet niet wat gaat gebeuren, hoe het gaat gebeuren. Het blijft natuurlijk een politiek spelletje, zoals ze altijd noemen. Een woordspelletje. Dus het is vallen en opstaan. Maar je moet ooit beginnen om te weten hoe dat gaat zijn. Ja, en je hebt het al een beetje meegekregen dus van je vader. Die staat ook op de lijst bij Zeewolde Liberaal. Ja. Nummer 2. Ja. Dat wordt thuis dan de hele tijd over politiek praten, denk ik, of niet? Ja, hoewel we dat ook wel heel goed gescheiden kunnen houden. Dus het blijft natuurlijk. Het is onze passie van ons beiden. Dus het is fijn als je met iemand over je passie kan praten. Maar we gaan natuurlijk thuis ook gewoon over andere dingen hebben. Maar dat ging er de afgelopen tijd denk ik ook zo aan toe. Door hem ben je een beetje enthousiast gemaakt dan. Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we thuis niet meer over andere dingen de politiek hebben. En het is ook gewoon, wat je leuk vindt, daar ga je het ook over hebben. Dus waarom zou ik dan er thuis niet over hebben? Nou, en is hier met je meegekomen. Ja, Rob, kom er eens bij. Dan ben ik toch even benieuwd hoe dat voor vader is om zo'n nu ook de politiek in te zien gaan, hè? Mocht hij verkozen worden. Nou ja, hartstikke trots natuurlijk dat hij in de politiek wil. Nou, en je hoort het, volgens mij hoef ik niks meer daaraan toe te voegen. Het komt er op zijn 21-jarige leeftijd vanzelf uit. Dus qua mondigheid overtreft hij mij volgens mij. Hoor. En echt helemaal van hemzelf uitgekomen? Of heeft hij hem aangemoedigd af en toe? Van nou, is het niet iets voor jou, denk er eens over na. Nee, dat is wat hij zei. In de Groene Schuur was hij ook al met heel veel dingen bezig. En ook al verder kijkend van hoe kunnen we, bij wijze van spreken, organisaties erbij betrekken om alcoholmisbruik tegen te gaan. Dus hij was al veel verder aan het denken. Nou, toen was het eigenlijk een logische stap van, goh, laat ik gewoon mee gaan doen. Dat is beter dan thuis achteroverleunen en het erover hebben, zeg maar. Wat gaat het worden voor de Zeewolde Liberalen? Even een kleine voorspelling. Je staat op plek 4. Kom je er dan in de gemeenteraad? Of is het eerst ook misschien nog even ervaring opdoen? Op de achtergrond niet als raadslid, maar de fractie ondersteunen.
Ik denk dat dat sowieso de beste manier is om de politiek in te rollen. Je kan natuurlijk direct als raadslid beginnen, maar dat is een behoorlijke zware taak. Ook voor jezelf, ook, of juist als 21-jarige. Dus ik denk dat als ondersteunend fractielid 4 jaar ervaring opdoen en dan die stap verder nemen, dat dat misschien nog wel beter is. Dan dat het heel goed gaat opeens en dat het wel gelijk begint als raadslid. Maar hoe het gaat lopen, ja, dat blijft natuurlijk een mysterie. Ik ben in elk geval van plan om nog een aantal jaar ook echt in Zeewolde te blijven wonen. Dus om die ervaring hierop te doen en ook hierin te gaan zetten. Ik wil Zeewolde ervoor zorgen dat ik ook als 21-jarige hier de komende jaren wil blijven wonen. Dus dat heeft ook, ja, een goed openbaar vervoer is voor mij belangrijk. Goede werkgelegenheid. Dus het zijn heel veel punten waar we ons hard voor moeten gaan maken. Zodat ik als 21-jarige over 20 jaar kan zeggen, mijn kinderen gaan naar dit zwembad, gaan uit in het dorp, kunnen een borrel drinken in het dorp, kunnen ze sporten in het dorp, naar school gaan in het dorp. Dus dat is wat we willen doen. Nou, Leo Casper, jullie horen en zien het. Ja. Vader en zoon, 2 en 4 staan ze bij Zeewolde Liberaal op de lijst. Jij nog één ding vragen voor mij? Spannend. Wil jij nog één ding vragen voor mij, Koen? Ja. Ja, want stel nu dat de jonge Bas met voorkeurstemmen over zijn vader heen werd. Van 4 naar 2. Wat dan? Ja, ja. Ja, de vraag aan de studio is, je hebt natuurlijk ook nog te maken met voorkeurstemmen. Hè? Wat als jij, Bas, nou meer voorkeurstemmen krijgt dan je vader? Ja. Hoe zou dat voelen, Rob? Nou, dat zou denk ik heel terecht zijn. Hoe we daar precies mee omgaan, dat is altijd even... Bas gaf al ervaring aan. Maar goed, je kan... we hopen natuurlijk op een mooi resultaat. Dus dat we meer mensen in de raad krijgen. Daarnaast, ik ben 4 jaar burgerraadslid geweest. Dat is echt een hele mooie gelegenheid om dat hele politieke proces in de vingers te krijgen. Dus er zijn meer mogelijkheden. Maar goed, voorkeurstemmen, dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn voor Bas. Ja, maar voorkeurstemmen, ja, je zou dan nog kunnen zeggen van, nou weet je wat, ik doe het toch niet. Of ja, maar dan is het weer niet zo eerlijk tegen al die kiezers die voorkeurstemmen hebben gekregen. Dus ja, maar het is ook nog natuurlijk een beetje speculeren. Hè? Eerst maar zorgen denk ik dat er aardig wat stemmen binnenkomen op de partij. Laat eerst mensen maar 21 maart naar de stembus gaan. En vooral gaan stemmen. Mag op ons natuurlijk, mag op alle andere partijen. Maar ga stemmen. Dat is het beste advies wat we nu mee kunnen geven. Ja, en dan zien we 21 maart 's avonds wel wat het geworden is. Maar ja, Wij hebben er vertrouwen in. Oké, cool, bedankt. Je hoort het optimisme hier in Zeewolde, Leo. Voor nummer 2 en voor nummer 4 van Zeewolde Liberaal. Dankjewel, Koen Peters vanuit het centrum van Zeewolde.